Binnenkort verschijnt een boek geschreven door historicus Jaco Zilvertand onder de titel Met Mussert Hou Zee. Hierin wordt de nationaal-socialistische beweging behandeld tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en specifiek in Valkenburg. Jaco, waarom Valkenburg? Nou, Valkenburg wordt in de oorlog eigenlijk het centrale punt voor de NSB Limburg, zo'n organisatie houdt. Dus Valkenburg wordt eigenlijk het hoofdkwartier van die NSB tot ongeveer 1943. En dat maakt het natuurlijk interessant om dat te onderzoeken. Is 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog wel een tijd om dergelijke boeken te publiceren? Ik denk het wel. Waarom? Verwijten er eigenlijk maar heel weinig van af. Dat wat verwijten, dat zijn de verhalen die verteld worden natuurlijk. En ja goed, ik ben historicus en ik kom er dus dikst achter dat de verhalen die door Valkenburg zweven over die NSB-tijd, ja, dat die gewoon historisch niet kloppen. En wat hebben ze daar dan nog van boven water gehaald? Ja, eigenlijk toch een ganse hoop nog. Want ja, er zijn natuurlijk archieven, maar het belangrijkste archief wat er is, dat is het archief in Den Haag, het centrale archief bijzondere rechtspleging. En in dat archief daar zitten alle persoonsdossiers, alle strafdossiers van iedereen die in Nederland lid wordt van de Nationaal-Socialistische Beweging. Dus ook die Valkenbergers. En daar stonden al die verhalen in, zo wie het echt gelopen is. Zijn er nog lijsten van de NSB die namen nemen van alle mensen die daarbij betrokken waren? Jazeker, ik heb een lijst kunnen samenstellen, want er zijn meerdere lijsten, die zitten ook in verschillende archieven. En als je dan gaat kijken, dan zijn er zo tussen 1941 en 1944 in Valkenburg en directe omgeving ongeveer 236 lui lid geweest, dus volwaardig lid van die NSB. Maar wilden die nabestaanden van die mensen, wilden die wel medewerking geven aan dat boek van die? Ja, sommigen wel en sommigen niet. En daarom wil ik ook eigenlijk nog een oproep doen aan lui die nog informatie hebben over die periode of informatie hebben over die NSB'ers of beeldmateriaal hebben, foto's, dat die zich melden en dan kunnen we het misschien nog metnemen in het boek. Wanneer gaat die boek verschijnen? De planning is eind maart, begin april. Dus lui die nog gaat willen bijdragen, die kunnen dat heel snel nog doen, lees in de komende 2 weken. Op de website van TV Valkenburg kijken. Of, ja goed, ze benaderen mij persoonlijk. En mijn persoonlijke e-mailadres is Zilvertand. Dat is met de T op het eind. SILVERTANT@gmail.com